Het is een beeld dat je niet snel verwacht in een raadzaal. Niet het dagelijkse bestuur van het stadsdeel, maar 12 basisschoolleerlingen. Hierbij is de vergadering geopend. Het is heel erg belangrijk juist om kinderen te horen. Kinderen zijn fris, kinderen zijn creatief. En de kinderen van Zuidoost, die wonen natuurlijk in Zuidoost, leven in Zuidoost. En zij zijn degene bij uitstek die weten wat er anders kan en moet in dit stadsdeel. Kinderen zijn hele belangrijke bewoners. Dus waarom wel de ouderen vragen en niet de kinderen? Dat is besopen. Ik vind het wel nog een beetje eng, maar het is wel leuk. Best wel spannend om hier te zitten. Dus ja, daarom vind ik het echt heel erg leuk. Ja, dit is denk ik gewoon, dit kan je maar één keer in je leven meemaken. Dus het was echt heel leuk. De nieuwe commissie wordt vandaag officieel geïnstalleerd. Franklin, wat is hier op jouw antwoord? Daar zet ik gewoon voor in. Goed zo! Wat we met hen willen doen, is hun echt meenemen in hoe het echt werkt ook. Hè. We gaan hun ook echt reële problemen voorleggen. We hebben in Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld echt ook een probleem met afval. Hè, het kan hier een stuk schoner. Het kan hier ook een stuk veiliger. Dat zijn allemaal issues, die gaan we ook echt met hun bespreken. In de komende 6 maanden gaan zij als proef vergaderen over de toekomstplannen van Zuidoost. Het winnende idee wordt vervolgens ook echt uitgevoerd. Heb je al iets in gedachten? Ja, dat er minder criminaliteit hier in de buurt is. Okay. Dat is ambitieus. En hoe wil je dat gaan doen? Weet ik niet echt. Ja, we hebben al ideeën, hebben we met de klas meegemaakt en ook voor mijn goede vriend met Koen. Dus ja, we hebben al een idee. En dat is? Scholen. Samen leuke activiteiten zouden doen met oudere mensen. En dat we oude mensen nog een lol kunnen doen. Misschien een opening voor een nieuwe speeltuin of zo. Dat lijkt me leuk. Is dat heel hard nodig, een speeltuin? Nee, niet echt. Maar misschien een feest of zo. Misschien een heel groot buurtfeest doen. En dat zeg maar, iedereen bij elkaar is. Of dat we een nieuwe speeltuin openen. Maar of de nieuwe burgemeester, voorzitter of misschien wel de minister-president bij dit groepje zit? Als ik er zin in heb en het lijkt me echt een heel leuk werk, dus ja, ik wil wel hier laten zitten. Misschien. Hopelijk wel, maar ik wil het wel echt graag doen. Ik weet niet of ik hier ooit echt zal zitten als echt in een politieke partij. We gaan voor de filmbusiness. Ja. Ik word regisseur, hij acteur. Politiek past daar niet echt bij. Nee. Hé, tegelijk.